De nieuwe Volvo XC90 zou zo ruim moeten zijn dat je zelfs op de achterste zitrij van deze 7-zitter comfortabel zou moeten kunnen zitten. Dat gaan we uitproberen. De instap is vrij eenvoudig. Er zit hier een hendel. Die haal ik naar voren, duwen en de weg is vrij. Nou, het gaat, maar de beenruimte houdt hier niet over. De eerste XC90 was een absolute bestseller. Het ziet er naar uit dat deze tweede generatie het ook erg goed gaat doen. Dat komt niet alleen omdat het nieuweling nog aan zijn voorganger doet denken, maar omdat er een plug-in versie beschikbaar komt die in Nederland goed is voor 14% bijtelling. Een dieselmotor en een elektromotor. De Zweden hebben met de V60 plug-in hybrid reeds bewezen dat het werkt. En bij Volvo leveren ze geen half werk. Want hun hybrides zijn altijd gemeen snel. Ook deze terreinreus heeft een gecombineerd vermogen van 400 pk. En daarmee schuilt er een milieuvriendelijk beest in hem. Volvo zou zichzelf niet zijn wanneer het merk de introductie van deze XC90 niet aangreep om ook wat nieuwe veiligheidssystemen te introduceren. Die zitten er dus ook op. Bijvoorbeeld eentje dat naderend verkeer detecteert op een kruising en zo nodig ingrijpt. De nieuwe XC90 is nu al te bestellen, maar wordt pas in 2015 op de Nederlandse wegen verwacht.